Ja, ik sta in de finale van de Miss Globe Netherlands 2019. Oké, kan je eerst vertellen, wat is Miss Globe Netherlands 2019? Miss Globe Netherlands is eigenlijk een misverkiezing voor jonge vrouwen tussen de 17 en de 27. Ach, ik mag niet meedoen. Helaas. Helaas. Die eigenlijk een rolmodel willen zijn voor de jongere generatie. En dat wil jij? Heel graag, ja. Wat wil jij dan betekenen voor de jongere generatie? Ja, ik wil echt wel een voorbeeld zijn. Ik ben veel gepest vroeger, helaas. Maar ik ben er sterker uitgekomen. Ik heb mezelf goed opgebouwd. Dus en dat wil ik graag aan andere mensen laten zien, dat het ook zo kan. Dus je wil je verhaal ook vertellen, denk ja, ik dan? Ja, zeker. En dat heb je gedaan door je op te geven voor de Miss Globe Award Netherlands. Hele ingewikkelde naam. Hoe geef je je daarvoor op? Stuur je dan gewoon foto's in of doe je dat online? Of hoe werkt dat? Ja, online kan je je inschrijven om naar de castingdag te komen. Maar ik zelf ben dit jaar zelf benaderd door een van de missen van vorig jaar. Of ik auditie wou doen. Zo, dat is spannend. Ja. Dan voel je je wel vereerd. Hoe werkt dat als je je opbelt en zegt, joh, ik weet iets leuks voor jou. Ja, ik ben de generatie die nog belt en foto's opstuurt en zo. Ze heeft je waarschijnlijk een berichtje gestuurd. En toen? Ze heeft me verteld, maak een filmpje waar je jezelf voorstelt in het Nederlands en in het Engels. En dan even een stukje catwalk lopen. En dan kan je daar eigenlijk je auditie mee doen. Dus ik had het opgestuurd en 2 uurtjes later hoorde ik dat ik in de finale stond. Dus ik heb eigenlijk de hele castingdag overgeslagen. Zo, ja. Je komt uit Voorschoten, dus je bent echt een lokale miss. Wil je hier nou ook verder mee? Wil je echt van model je beroep maken? Ja, het liefste natuurlijk wel. Ja, ik wil heel graag andere mensen, inderdaad wat ik zei, inspireren. Inderdaad voor model, maar ook voor zang. Ook voor de misverkiezing hebben we daar een talentenronde voor. Daar heb ik een zangfilmpje voor opgenomen. En staat op Facebook, dus allemaal even liken. Ja, en waar kunnen ze je dan vinden? Op de Facebookpagina van The Miss Globe Netherlands. En daar ook op de Instagrampagina. En dan eventjes naar beneden scrollen. En dan de top 3 video's met de meeste likes. Die mogen dan live optreden tijdens de finale. Oh, en dat is dus wel live. Want als ik het goed begrijp, is het tot nu toe alleen nog maar filmpjes heen en weer sturen geweest. Of zijn er ook bijeenkomsten geweest waar je al opdrachten moest doen? Nou, we hebben een bootcampdag al gehad. En bij iedere dag dat we met elkaar afspreken, hebben we een challenge. De eerste dag heb ik al meteen de challenge gewonnen. Dus dat is al heel fijn. Wat moest je doen? Ik moest een aantal vragen beantwoorden. En natuurlijk tijdens de bootcamp zo hard mogelijk je best doen. Maar wat moet je dan doen tijdens een bootcamp? Ja, ik moet dan denken aan mensen die heel hard moeten sporten. Ja, klopt. Ja, en hindernissen en zijn allemaal... Het leven van een miss is keihard, ik hoor het al. Ja, dat is veel trainen, veel je echt er 100% voor inzetten. Ja, maar dat kan toch helemaal niet als je niet eet? Want jullie eten toch nooit? Jawel, zeker wel. Zeker wel, ja. Ja, ik eet nog steeds... wel gezond, maar ik kan veel eten hoor. Nou, gelukkig maar dan. Maar je hebt dat dus gewonnen. En toen? Ja, en toen... gewonnen? Oh, ik dacht dat je de bootcamp had gewonnen. Ja, sorry. Ja, ik heb de bootcamp gewonnen. En ik heb een cadeaukaart gekregen voor een spa-dag. Oh. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, dus ik kan er ook nog wat mee winnen tussendoor. Leuk. Ja. En nu? En nu? Want je bent nog niet de Miss Globe Netherlands. Nee, zeker. Nee, er komen een aantal dagen. We hebben ook een beautydag gehad. En de catwalk training. Het is natuurlijk ook heel belangrijk dat je goed kan lopen voor de... Heb jij een tip? Want ik heb altijd al over de catwalk willen lopen. misschien kan ik Mr. Senior Globe Netherlands worden. Je weet het niet. Maar waar moet je nou op letten als je op de catwalk loopt? Nou, normaal gesproken als model moet je heel... Als model. Best, ze zegt als het model. Er even bij aan handen. Dat is wel jammer. Ja. Als model moet je best wel... stijf lopen eigenlijk, met een strak gezicht. Nou, met de misverkiezing is dat heel anders. Daar moet je zo los mogelijk lopen met zoveel mogelijk power. Eigenlijk een beetje als de Victoria's Secret Angels. Zo moet je ongeveer gaan lopen en echt met een brede glimlach. Alleen maar lachen. Gewoon heel vrij en heel veel power moet je lopen. Oké, en dat kan jij goed. Ja. Nou, dan ga je misschien wel winnen. Ja, misschien wel. Stel maar dat jij wint. Wanneer is trouwens de finale? Finale is op 26 mei. En waar is dat? Dat is in Almere. En kunnen we dat ook nog ergens op tv zien? Of is dat alleen maar online? Of moet je naar Almere toe? Helaas is het alleen maar online. Er zijn wel online tickets te koop voor naar de finale. Dus dat is op themissglobenederlands.nl/tickets. Dan kunt u allemaal je tickets krijgen.
En ja, dan kunt u de finale bijwonen. Nou, dat klinkt hartstikke leuk. En wat moet je daar doen? Weet je dat al? Is het zo'n standaard misverkiezing dat je een badpakkenronde hebt en dat je intelligente vragen moet zeggen en dat je voor World Peace bent en dat je vooral dieren niks aan moet doen? Ja, ja, een beetje wel inderdaad. We hebben een bikini-ronde die we moeten lopen. Wat vind je daarvan als voorbeeld voor alle vrouwen? Is dat wel vrouwvriendelijk? Ik vind van wel, als je daar maar zelfverzekerd loopt, wat voor maat je dan ook hebt. Als je maar zelfverzekerd loopt en vertrouwen in jezelf hebt, ja, dan straal je dat natuurlijk ook uit. En dan maakt het niet uit wat voor maat je hebt. Of je nou heel dun of een maatje meer hebt. Bij de misverkiezing maakt het sowieso niet uit. Oké, wat een wijze woorden. Ja. Nou ja, misschien ga je wel winnen. Wat ga je dan doen? Nou, als je wint bij de misverkiezing, dan ga je meteen door naar de wereldwijde finales in Albanië. Zo? Ja. En waar ligt dat? Albanië ligt linksboven Griekenland. Kijk, goed. Je bent geslaagd voor de topografietest. Ja, precies. Dat scheelt. En dan? En dan, ja, dan ga je het opnemen tegen alle winnaressen van alle landen die meedoen aan de Miss Globe verkiezing. Zijn het er veel? Ja, dat zijn er aardig wat. Er zijn geloof ik meer dan 100 landen die meedoen. Zo. Dus dat wordt nog aardige competitie in Albanië. Ja, daarom heet het natuurlijk ook Miss Globe. Omdat het over de hele wereld speelt. En als jij dan één... Stel dat jij wint. Jij bent Miss Globe 2019. Ja. Wat dan? Wat dan? Wat ga je dan doen om over de hele wereld al die jonge volwassen vrouwen een voorbeeld voor te zijn? Ja, ik probeer gewoon zoveel mogelijk te inspireren. En zoveel mogelijk mezelf te zijn voornamelijk. En ik denk dat je daar wel het verste mee komt. En hard werken. Heel hard werken.